dus op het gebied van een droge huid, ja, daar heb je verschillende oplossingen voor. Belangrijk is dat we gaan kijken waar het vandaan komt. Dus vooral de oorzaak aanpakken en niet alleen maar voor nu en dan niet meer verder. Zodat we ook echt een plan van aanpak hebben en met daarbij verschillende behandelingen die we inzetten. Ook producten die geadviseerd worden. Maar dan wel belangrijk om ook echt wat volle texturen te gebruiken. Dat je ook echt, ja, dat je ook echt een comfortabel gevoel hebt. En we kunnen dus ook wat dieper in de huid werken met onder andere mesotherapie. Waarmee je dus echt vitamines en onder andere ook hyaluronzuur toedient. Het belangrijkste is dat het biologisch afbreekbaar is in het lichaam. Dus het is op een natuurlijke manier. Alleen het stimuleert echt de aanmaak van nieuwe cellen. Waardoor je eigenlijk een jongere huid krijgt, maar vooral een minder trekkerige huid. Ja, en vooral eigenlijk dat je na een jaar dat je alleen nog maar mee gaat opbouwen. Dus je gaat eigenlijk eerst iets herstellen in de huid. En vooral ook bij een droogheid heeft dat toch wel een tijdbestek nodig. Maar dat je na een jaar eigenlijk alleen maar een betere huid gaat. Omdat mensen eigenlijk wel, de leeftijd wordt ouder, maar je huid wordt eigenlijk alleen maar jonger. Dus dat is het mooiste compliment. Om het vocht te behouden in de huid is van buitenaf een goede volle crème met een rijke textuur. Is heel erg essentieel daarvoor. En dat zullen we uiteraard ook altijd van binnenuit nog aanvullen. En chiazaad is een hele mooie vochtbinder voor het lichaam. Wat echt ervoor zorgt dat je ook een lekker goede vochtbalans in de huid behoudt van binnenuit ook. En uiteraard gaat dit gepaard met een uitgebreide huidanalyse die we vooraf doen. Waarbij we dus echt de waardes van de huid meten. Dus het vochtgehalte en het vetgehalte. Want die combinatie geeft vaak een trekkerige huid als dat te laag is. En dat gaan we ook opvolgen dat we na een half jaar bijvoorbeeld weer een nieuwe meting doen. Zodat je ook zelf kan zien wat we kunnen bereiken.